Ja, voorzitter. Dank u wel. Voorzitter, wat een blamage. Wat een wanvertoning. De minister van Financiën, deze Mr. Euro, heeft vorige week een historische blunder begaan. En hij heeft hier vandaag dan ook heel wat uit te leggen. Even voor de helderheid. Cyprus kan, wat de PVV betreft, kan ons gestolen worden. Elk land moet zijn eigen broek ophouden en desnoods de euro verlaten. Net als bij Griekenland zegt de PVV daarom geen cent naar Cyprus. Maar deze minister heeft in zijn goed bedoeld amateurisme het vertrouwen van alle spaarders geschonden. De geest is uit de fles. Als puntje bij paaltje komt, kan het spaargeld worden geconfiskeerd, ook in Nederland. En het voorstel om een greep te doen in de spaarkas heeft ervoor gezorgd dat geen enkele spaarder in Europa, maar ook daarbuiten, zich nog veilig voelt. Bovenop de eurocrisis en de bankencrisis zitten we dan nu ook met een onherstelbare vertrouwenscrisis. Bedankt, Mr. Euro. Eerst werd ons beloofd dat landen elkaar niet financieel zouden bijstaan. In 2010 scandeerde de heer Wekers nog geen cent naar Griekenland. Daarna werd 240 miljard naar dit corrupte land overgeboekt. Daarna werd ons verzekerd dat we al dat geld met rente zouden terugkrijgen. Ook dat, voorzitter, bleek een loze belofte en de heer Rutte bood hiervoor zelfs zijn excuses aan. En vervolgens werd ons verzekerd dat al het spaargeld tot 100.000 euro altijd veilig zou zijn. Na vorige week weten we dat ook deze belofte net zo makkelijk kan worden verbroken. En gisteren joeg minister Dijsselbloem alle Europese beurzen in de rode cijfers. Voorzitter, wat een geklungel. En dan zegt hij ook nog dat hij het woord template niet kende. Paul Murphy vandaag in de Financial Times, toch niet de eerste de beste, diende vandaag zelfs een motie van wantrouwen in tegen deze minister Dijsselbloem. Het is hoog tijd, en ik citeer hem, dat u uw baan kost, schreef hij. Anderen hebben het over een verbale bom of over een enorme uitgeleider. De PVV kan hier elke week wel een motie van wantrouwen tegen dit kabinet indienen, maar zal dat vandaag niet doen. Dat heeft de Financial Times al gedaan voor ons. En weer wordt de zoveelste cheque uitgeschreven naar een euroland. Dit keer 10 miljard aan witwasparadijs Cyprus. Na Griekenland, Ierland, Portugal en Spanje is Cyprus het vijfde euroland dat door de Nederlandse belastingbetaler mag worden gered. En voorzitter, we lazen vandaag nummer 6 dient zich al aan, Slovenië. Ook dit corrupte land heeft een doodzieke banksector. Wie volgt? Is het Malta met een banksector 8 keer het BBP? Of straks wellicht Letland, die ook dat land is ook behangen met Russisch spaargeld? Wie zal het zeggen? Voor Cyprus is het sprookje in ieder geval uit. Jarenlang hebben ze daar als vrijhaven en belastingparadijs gefungeerd voor de Russische maffia. Ze strooiden met hoge rentes en met verblijfsvergunningen een oase binnen de eurozone. Jarenlang heeft het eiland feest gevierd en nu deze luchtbel is doorgeprikt, presenteren ze ons de rekening. Of de Europese belastingbetaler even 10 miljard wil overmaken. Zo gaat dat, voorzitter, in de eurozone. Landen maken er een puinhoop van en ze presenteren ons de rekening. En de Nederlanders? De Nederlanders die mogen werken tot ze erbij neervallen. De Nederlanders worden uitgeknepen als rijpe citroenen. In Brussel noemen ze dat solidariteit. Maar de burgers zijn niet gek en worden langzaam wakker. De euro brengt ons geen vrede en welvaart, zoals de eurocraten ons doen geloven. De euro kost ons welvaart en veroorzaakt juist grote onrust en niet zo'n beetje ook. Voorzitter, ik heb het al vaker gezegd, de euro is geen geld, maar de euro kost ons geld. Ja, ik ken deze langspelplaat, kan ik bijna letterlijk mee. Hij had het woord nog niet gekregen, maar sorry, gaat uw gang, meneer Klaver. Voorzitter, deze langspelplaat die kennen we allemaal. En er is veel kritiek geleverd op iets wat vorige week, een plan wat toen is gepresenteerd, wat volgens mij ook niet zo verstandig was, maar wat er niet is gekomen. Mijn vraag zou eigenlijk zijn aan de PVV, wat vindt u ervan dat nu private partijen voor bijna 6 miljard gaan meebetalen? Ja, voorzitter. In plaats van dat ik alle algemeenheden hoor, hè, wat u allemaal vindt van die euro. Voorzitter, ons gaat het erom dat 10 miljard van het belastinggeld, waarvan veel Nederlands belastinggeld, naar een land gaat als Cyprus. Wij zeggen geen cent naar Cyprus. Cyprus had gewoon uit de euro gemoeten en dan hadden ze het zelf kunnen oplossen met hun eigen munt. Een voorbeeld, als u mij toestaat, is bijvoorbeeld IJsland. Vergelijkbaar met Cyprus
Precies hetzelfde. 5 jaar geleden grote problemen met de banksector. Ook een banksector die veel te groot was voor IJsland. Maar met hun eigen kroon, met hun eigen oplossing, met het nationaliseren van de banken, zijn ze nu 5 jaar later een van de beter presterende landen binnen Europa. Dat is de oplossing en niet binnen de euro ons laten chanteren dat wij miljarden belastinggeld moeten overmaken aan andere landen en aan andere banken. Meneer Klaver. Het iets met appels en peren en dat IJsland niet uit een euro stapte, maar gewoon al een andere munt had, of een eigen munt had. Maar de vraag die ik stelde was een hele andere. En stop maar eens met die algemeenheden. Met dat geroep over wat er allemaal mis is met Cyprus, dat ze eruit moeten, dat weet ik wel. Prachtig. Er wordt nu voor bijna 6 miljard wordt de private sector aangeslagen. Dat is volgens mij een punt wat de PVV altijd heeft gemaakt. Wat vindt u daarvan? Volgens mij zou het u sieren als u nu, zou de heer Van Dijk sieren als hij nu zou zeggen, dat is goed. Het is goed dat nu private partijen worden aangeslagen en dat die mee moeten doen. En dat niet alle risico's bij de overheid worden gelegd. Nou, niet bij de overheid, bij de Nederlandse overheid. En dat vergeet hij. Het is natuurlijk prima dat ze in Cyprus die private partijen aanslaan. Maar wat ik deze minister kwalijk neem, is in dat proces dat alle spaarders in Europa, die zijn nu niet meer zeker van hun spaargeld. Want het kan zomaar hier gebeuren, het kan zomaar in Luxemburg gebeuren, het kan zomaar in Spanje gebeuren. Het spaargeld kan zo worden aangeslagen en afgepakt door elke overheid dan ook. En dat proces, dat wantrouwen, dat is nou net wat we niet kunnen gebruiken. Niet in Spanje en ook niet in Nederland. Gaat u verder. Voorzitter, zolang we in de euro zitten is niets en niemand veilig en zullen we moeten blijven bloeden voor landen en banken die er willens en wetens een puinhoop van hebben gemaakt. Premier Rutte en zijn vriendjes verhogen in Nederland de belastingen met miljarden, hij vernietigt banen en bedrijven en sloopt onze economie. Hij gaat straks de vaderlandse geschiedenis in als Mark de Sloper. En ondertussen blijven de eurocraten maar geld pompen in failliete eurolanden. Maar het euroschip, voorzitter, is zo lek als een mandje. En pompen helpt niet meer. We moeten zo snel mogelijk op zoek naar een reddingssloep. Uit de euro en terug naar de gulden. Anders verzuipen we met de rest. Red jezelf, red onze welvaart, red Nederland voordat het te laat is. Dank u wel. Ja, voorzitter, ook van de zijde van de PVV, dank voor de beantwoording aan de minister en de staatssecretaris. We zijn het niet met elkaar eens, maar toch bedankt. Voorzitter, vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Het vertrouwen onder spaarders is in galop vertrokken. Het feit dat het mogelijk is om spaargeld deels te confisceren als een bank in de problemen is, maakt vele spaarders zeer onrustig, ook in Nederland. En de minister verdedigt deze depositoheffing als gerechtvaardigd, maar realiseert zich niet dat hij met vuur speelt. Elke keer als in de toekomst een bank in de problemen komt, zullen spaarders naar de pinautomaat rennen. Met alle gevolgen van dien. Voorzitter, de euro heeft zijn langste tijd gehad en in Brussel probeert men de euro te redden tegen elke prijs. Maar men weet dat deze munt niet meer houdbaar is. Ook niet met een federale unie. Het vertrouwen van burgers in de euro zakt dan ook ziende ogen weg. Nog slechts 32% van de Nederlanders heeft nog vertrouwen in de euro, zo bleek vandaag uit een 1 Vandaag onderzoek. Ook de financiële markten verliezen meer en meer het vertrouwen, zeker na de uitspraken van de minister in de Financial Times. Zowel voor Cyprus als voor Nederland zou het beter zijn om een eigen munt te hebben en vandaar de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging, verzoekt de regering niet in te stemmen met het steunpakket van 10 miljard euro aan de eilandstaat Cyprus en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze daarmee deel uit van de beraadslaging. Voorzitter, dan nog een motie. De Kamer gehoort de beraadslaging, verzoekt de regering om de euro zo snel mogelijk te verlaten en de Nederlandse gulden opnieuw te introduceren en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Dan maakt ze daarmee voorzitter, de rest mij nog één vraag. In de 450 jaar dat Nederland de gulden heeft gehad, hoe vaak heeft Nederland toen een andere lidstaat, een ander land of een buitenlandse bank moeten redden? Want sinds we in de euro zitten is dit aan de orde van de dag. Dank u wel.